twee teams met drie spelers en een bal waarmee je moet scoren. Dat is een beetje waar het om draait met polocross. Het leuke aan polocross is dat je moet echt en met je paard heel goed samenwerken. En het is een teamsport. En dat is ook ontzettend leuk, omdat er binnen de paardensporten zijn niet zoveel teamsporten. Kom op meiden, die bal is voor ons! De Dutch Open is voor de polocrossers het evenement van het jaar. Een soort Nederlandse kampioenschappen. Je speelt eigenlijk 3 keer 6 minuten en dan is de wedstrijd voorbij. En degene die de meeste doelpunten heeft gescoord, die heeft gewonnen. Kom op! De sport is ontstaan in Australië, net voor de Tweede Wereldoorlog. Het is eigenlijk ontstaan om kinderen te leren paardrijden, zodat ze niet te angstig werden. Want ze moesten zich concentreren op de stikkende bal en daardoor leerden ze ook heel veel balans houden. Het is jammer dat er polo in de naam zit van polocross, want het is gewoon totaal verschillend. Maar iedereen die vergelijkt het altijd met elkaar. Polocrossers trainen hun paarden zelf, hebben ze zelf op pension staan of thuis staan. En met polo is het vaak dat je een groom hebt die voor de paarden zorgt. Dit is een polocross stick. Ja, dit is eigenlijk een standaard maat. Het is niet dat als je een groot paard hebt dat je een langer stick hebt of iets dergelijks. Het is gewoon 1 maat en als je een groot paard hebt dan moet je dieper bukken. Inmiddels wordt polocross zo'n 10 jaar in Nederland gespeeld. Elk jaar krijgen we nieuwe spelers erbij. Meestal is het eigenlijk via. Veel zeggen ook het is een soort verslaving. Want het is natuurlijk een enorme kick om met zo'n hele roedel paarden over kuddepaarden over het veld heen te galopperen met je bal en dat je team dus een doelpunt scoort. Hoe ging het, Fleur? Heel slecht. Volgende keer beter. Moeten nog een beetje oefenen.